Wat is jouw favoriete songfestival winnaar? Ik denk Johnny Logan, maar dan puur om het feit dat hij 2 keer achter elkaar heeft gewonnen. Ja, hij heeft 3 keer achter elkaar gewonnen, hè? 3 keer gewonnen? 2 keer als zanger en 1 keer als schrijver van het liedje van Linda Martin, Why Me, Ierland. Oh, ook, jongens, ik heb er echt geen verstand van. Degene die daar wel verstand van heeft... Ben ik, hè, dat hoorde je net. ...is Marco Verhagen, ja. Maar Lara Zevenberg van nu.nl ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor het nu. Marco moet naar Rotterdam, niet ik. Hoezo? Weet je, dat wist jij toch ook wel? Alles ook. Ja, maar ik vind het wel heel leuk dat jij er zelf voor in zit. Oh, nou ja, dat is jammer. Ja. Nou ja, ik weet natuurlijk ook niet veel, maar dit zijn van die platgetreden... Ja, dat roep je elk jaar als de Songfestival komt. Ja, heel veel mensen zeggen, oh, Johnny Logan, die heeft 3 keer gewonnen. En ABBA, oh ja, want dat is 1974 en bladibla. Dus, maar goed, die vraag, ja, je kan nog wat vragen, dan weet ik het waarschijnlijk niet. Vraag nog eens wat aan Lara. Gewoon eens even een vraag die je opborrelt, dat je zegt, wacht eens even, we gaan even een testje doen. Zelfs de vraag kan ze niet verzinnen. Laat gaan, ik heb nog wel een vraag. Wie heeft er vorig jaar gewonnen? Vorig jaar is er niemand gewonnen. Oh, heel goed. Ja. Dat is een instinker. Vorig jaar waren we allemaal winnaars. Iedereen kon meedoen. Ja, dat is waar. Alleen België heeft er niet meegedaan. Want die zeiden van ja, dat gaan we niet doen. Als het een online contest is, hoe verfonnik was dat? Die hebben gezegd, gaan we niet aan meedoen. Maar toch was dat een leuk liedje. Ja, maar ze hebben nu weer een ander liedje. Want ze mogen niet met hetzelfde liedje meedoen. Nee. En een andere zangeres. Andere zangeres, inderdaad, ja. Zie je dat je wel heel veel dingen weet? Ja, hoort gewoon naar Rotterdam te gaan. Wie gaat er wel winnen dit jaar eigenlijk? Nou, niet Jean-Gumbra Krooi. Bij de boekmakers. Ja. Oh, kansloos. Nou, ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Dan hoeven we het niet meer te organiseren. Want het scheelt heel veel geld. Toch? Ja. Wat denk jij, Lara? Ik denk ook niet dat we het nog een keer willen winnen. Nee, dat zei ik ook al vorige week. Want het kost natuurlijk ontzettend veel geld. En, ja, bakken met geld. Ja. Maar wie gaat er dan wel winnen, Lara? Waar zet jij je geld op? Malta. Nou, Malta werd de hele tijd getipt. Maar ik heb de eerste repetitie zitten kijken. En het was heel rommelig. Oh. Zij is vocaal heel sterk. Maar het optreden zelf, het was heel saai om naar te kijken. Ze had afschuwelijke fuchsia pakken aan. En ik hou van roze, dus kun je nagaan. Het was het gewoon allemaal niet. Ze zakt nu ook bij de boekmakers. Frankrijk staat nu op 1. Okay. Frankrijk hebben we nog niet gezien op het podium. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, ja, Frankrijk is is echt zo'n chanson. Ik dacht een beetje gelijk aan Edith Piaf. Weet je, maar een jongere versie daarvan. Weet je, zo'n soort sfeertje zit er. Ja, daar zit ook, ik geloof, 120 keer adieu in of zo. Ja, dat betekent dag. Dag, dag. Voilà. Ja, precies. Oh, voilà? Voilà, ja, dat was het. Hè. Het zit er 120 keer in, geloof ik. Voilà. 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 Maar ja, dat is een soort allo, allo wordt het dan. Ja, voilà, voilà. Dat is ook wat. Maar Malta is een heel rustig liedje, hè? Nee joh, nee? Malta is lekker uptempo. Nee, Malta is uptempo. Oh, je zit er lekker in, hè? Ik zit er helemaal niet in. Maar ik probeer een beetje bijgespijkerd te worden door jullie. Dus ik doe mijn best. Ik luister heel goed. Ik vind Mata Hari zo'n leuk liedje. Dat is een heel fout liedje, ken je dat ook? Mata Hari. Mata Hari. Azerbaijan. Ja, Azerbaijan inderdaad. Azerbaijan. Ja. Goed. Ja. We gaan het eigenlijk over hebben. Lager. Los of lodders dit. Nou ja, wat mij betreft kunnen we het alleen maar over het Songfestival hebben hoor. Ik bedoel, ik zit er al helemaal in. Wat wel leuk is om te vertellen is dat Jean-Guy nu al helemaal in quarantaine zit. Woensdag gaat hij de Songfestivalbubbel in. Ja. En donderdag staat hij voor de eerste keer op het podium in Rotterdam. Dus dan kunnen we ook gaan zien van nou, wat zijn ze nu van plan? En dat is wel spannend, want er is in Rotterdam echt superveel mogelijk. Want ze hebben dit jaar voor de eerste keer ook augmented reality. Mm-hmm. Dus dat zie je op het podium niet, maar op televisie wel. Ja. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg spannend. Omdat je kan veel meer. Dus eigenlijk is het leuker om het thuis te kijken dan daar. Want daar valt daar. Dat is net als bij shownieuws. Je zit er gewoon helemaal in een groene ruimte. Ja, precies. Televisie denk je zo, dat is een fancy studio. Ja. Als je daar zit, dan is het net of je in een groene zonneland zit. Ja, dat was ook het idee van de podiummaker. Die heeft ook gezegd van ja, eigenlijk wil je het zo mooi mogelijk maken voor de mensen thuis. Omdat er maar zo weinig mensen hier kunnen zijn. Mm-hmm. Dus het wordt echt heel bijzonder voor zover ik begrepen heb. Ik heb ook wat dingen kunnen zien. Het is wel echt een dingetje hoor. Want die Jean-Guy Croix, die heeft ook gezegd van ja, de boekmakers kunnen nou wel zeggen van totaal kansloos en op een 30ste plaats. Maar ze hebben die echt nog helemaal niet gezien. Want als je dat ziet, want hij gaat waarschijnlijk iets doen met een heel koor wat je dus dan in augmented reality ziet. Dus dat schijnt dan heel indrukwekkend te worden. Ja, ik ben benieuwd. Maar wel eventjes over die... Want we hadden vorige week Ben Kramer hier in de uitzending. Vrijdag was dat in de Vrijmibo. Dat is natuurlijk een oud deelnemer. Die zong De Oude Muzikant in 1973. Hij werd daarmee 14e van de 17 landen destijds nog. Maar kun je nagaan, dit jaar doen er bijna 40 mee. Maar die zei van ja, ik ben boven de 70. Ben wel gevaccineerd, maar ik mag niet komen. Nee, dan zit je in een risicogroep. En bij de field lab testen mag je niet komen als je in een risicogroep zit. Dus, hoeveel mensen mogen komen? Maar die zijn gevaccineerd. 6.000 of zo, toch? De helft, dacht ik. 3.500 per show. Per show, oké. Okay. Ja.
Maar, ja, en de finale, het zijn 9 shows in totaal. En de finale meer? Of is, blijft dat de 3.500? 3.500. Nee. Oké. Max, ja. De helft van wat het normaal is. Maar er is ook een Kamerlid, Carolien van der Plas, die heeft ook die uitnodiging afgeslagen. Die is namelijk geen 70, maar die heeft een te hoog BMI, zoals ze zelf zegt. Dus zij heeft gezegd, van nou, dan kom ik gewoon niet. Ik kreeg een uitnodiging, zegt ze, aangezien ik als dikkert eigenlijk niet welkom ben, heb ik dit afgeslagen. Wel gevraagd of ik iemand anders mag aanwijzen, die anders nooit bij zoiets aanwezig zou kunnen zijn, om die in mijn plaats te laten gaan. Nou. Ja? Ja, grappig. Ik vind het op zich wel grappig dat ze het zelf oppert, hoor. Ik ben ook wel benieuwd wat ze ermee doen. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Maar het is gewoon de regel van de field lab testen. Je mag als je in een risicogroep zit, mag je er niet aan meedoen. Want ze nemen natuurlijk wel gewoon een risico met die field lab testen. Ze zetten mensen naast elkaar. Mm. Iedereen is weliswaar getest, maar je weet niet hoe het eindigt. Nee. Even over Django nog, hè. Wat ik net zei, totaal kansloos volgens de bookmakers. Wat denk je zelf? Nou, ik denk dat Django nog wel kan verrassen. Er is vrijdag een akoestische versie online gezet van Django. En daarin zie je toch wel, dus hij is gewoon heel muzikaal. En dus kan het op dat podium nog wel eens gaan verrassen. Mm. Want we hebben ook al wat mensen voorbij horen komen die eerste repetities die niet al te zuiver zingen. Ja. Ja, weet je, dat moet wel gebeuren op zo'n moment. En dat kan wel het verschil maken. We gaan het niet winnen, dat weet ik 100% zeker. Maar plek 30, ik denk dat we misschien nog wel iets hoger gaan eindigen. Top 10? Ik denk het ook. Nee, ik denk rond de... Nee, niet op 10. Tussen de 10 en de 20. Ja, ik denk zelf dat het zo rond 2,23, dat het ongeveer gaat zijn. Oké. Okay. Heb jij hem zelf al gesproken, Lara, eigenlijk? Over is hij zenuwachtig? Hoe kijkt hij er tegenaan? Het is natuurlijk een grote happening voor die jongen ook. Ik heb hem de laatste weken niet echt meer gesproken. Ze zijn nu vooral internationale pers aan het doen. Omdat ze willen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen van buitenaf. Dus ik heb wel contact met zijn team. En ik heb begrepen dat hij eigenlijk gewoon heel erg lekker in de repetitie zit. Hij is nu ook gestopt met repeteren in gymzalen. Want dat deed hij, gewoon in een ouderwetse gymzaal. Mm-hmm. En nu dus gewoon thuis en afwachten tot hij naar Rotterdam mag. En volgens mij heeft hij er vooral heel veel zin in. Zijn er nog wat relletjes of zo? Want jij zit er natuurlijk vanaf volgende week zit je ook in die bubbel. Dan blijf je gewoon in Rotterdam. Zijn er al dingen waar je zegt van, oh, maar wacht eens even, dat is wel even heel leuk, smeuig om te melden? Nou, je ziet eigenlijk altijd dat er wel relletjes ontstaan. Nu is het natuurlijk nog vroeg. Ik bedoel, zaterdag zijn die eerste repetities geweest, dus nu nog niet echt. Ik zag wel al hier en daar voorbij komen dat mensen toch wel heel erg verbaasd zijn over dat wij journalisten in de bubbel zitten, maar tegelijkertijd ook niet. Want nou ja, ik ben ook thuis nu, maar ik mag wel daar Ahoy in. En er zijn ook andere journalisten die verslag doen in televisieprogramma's en dan weer naar Rotterdam gaan. Dus daar is een beetje een relletje omheen aan het ontstaan. Ja, dat is niet echt... Eigenlijk mag dat ook niet dan. Of mag het niet, maar het is... iedereen moet... Ja, maar die bubbel die komt eraan. Hè? Ik bedoel, vanaf volgende week zit iedereen in een bepaalde bubbel en dan is het gewoon klaar. Dan moet iedereen daar blijven en niet verder kijken. Je moet al je spulletjes meenemen, je tasje meenemen. Ja, je zit eigenlijk aan wat het ook is. Hè. We worden iedere 48 uur getest. Dus nou, er wordt wel echt goed in de gaten gehouden of er niet iemand ziek wordt. En er wordt zoveel mogelijk gezegd, neem nou niet het OV, ga op de fiets. Of neem ze hebben van die pendelbussen die heen en weer gaan. Ja. Om het zo veilig mogelijk te houden. En ik begreep dat ik als journalist zelf ook niet in de zaal aanwezig mag zijn. Oh. Omdat dan twee verschillende signalen door elkaar heen gaan lopen. Oh, ja. Ja. Lara, tenslotte nog eventjes. Hoeveel liedjes kan je al meezingen gewoon van voor tot het eind en weer terug? Ik kan alle 39 meezingen. Echt waar? Dat is wel heel knap. Ja. Nou, zie je het, dat je daar toch wel thuis hoort. Het is een obsessie altijd. Ja, dat vind ik ook wel. Hey, wij gaan, hoe heet dat? Volgende week volgens mij contact hebben. Als je daar bent natuurlijk, dat is wel even leuk om. Misschien zien we dan ook nog wat daar. Toch? Ja, lijkt me leuk. Goed, Lara Zevenberg van nu.nl. Meer nieuws lees je natuurlijk over het Songfestival op die site. Dankjewel en tot volgende week. Hè. Veel plezier alvast.